Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik heb vandaag al gewandeld. Het zal vandaag dus de hele dag regenen. Maar ik wou per se wandelen, want ik zit er echt gewoon zo lekker in. Dus heb ik eigenlijk de buienradar geraadpleegd om te kijken wanneer het precies ging regenen. En toen heb ik nog een uurtje kunnen wandelen zonder regen. Super fijn natuurlijk. Ik heb net even gedoucht. Me even een beetje opgefrist. Ik heb weer een jas aan, want het is echt super koud buiten. En ik ga nu even richting de stad. Ik ben dus onderweg naar de stad, want ik ga weer mijn gemberzatjes ophalen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik vind die van een sapje echt de beste, omdat ze niet rare shit toevoegen. Sommige mensen voegen ook peer en appelsap toe aan gemberzatjes. En dat vind ik echt heel erg goor. Maar ik hou echt van pure. Dus echt gewoon gember. Lekker citroen erin en chili. En dan vind ik het echt dikke prima. De gemberzatjes hebben me echt heel erg geholpen toen met het keto dieet. Ik voel me daar gewoon altijd veel beter door. Het reinigt gewoon je lichaam. En het is een soort van, natuurlijke antibiotica. Dus ik raad het echt iedereen aan die gewoon lekker healthy bezig is. Ik heb er eigenlijk echt weer zin in om gewoon elke dag een gemberzatje te nemen. Kijk, eentje wat een rot weer. Gewoon juni. Ik ga even lekker een koffietje halen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb nog niet eens ontbeten, want ik ben weer aan het vasten. Intermittent fasting. Het is nu 3 uur, dus het gaat best wel goed eigenlijk. Ik ben echt amper uit mijn huis geweest. En ik kom de stad in. Zo fucking druk. Ik ben echt op verdieping 5 of zo. En hier is er alleen maar nog maar plek. Het is echt te druk. Ik dacht dus echt dat het veel rustiger zou zijn in de stad. Maar het is echt... Je mag trouwens met z'n tweeën in deze lift. Ik ga echt voorlopig niet meer naar het centrum hoor. Guys, het was zo druk. Zo lange rijen. Ik ga er echt gewoon nooit meer heen tot het allemaal een beetje voorbij is, denk ik. En voortaan ga ik gewoon online shoppen. Het enige wat ik fijn vind aan in de stad zijn dat ik gewoon lekker kon lopen, weet je wel. Een beetje beweging. Dus mijn stappen hebben weer aangetikt. Maar voor de rest echt, ik hoef daar echt even voorlopig niet meer heen. Guys, ik maak echt een grap. Het is echt veel te druk hier. Ik kom hier echt niet meer. Ik ben gewoon echt pittig. Ik heb echt bijna iemand aangereden op een zebrapad. Ik heb hier echt helemaal geen zin meer in. Oh my god, wat een ellende. Gelukkig naar huis rijden. Koffie verpest mijn leven, jongens. Ik heb het altijd. Ik heb weer mijn koffie gelekt. En mijn trui verpest. Ik ga hem gelijk in de was gooien. Oeh. Ik zie de chilipeper. De cayennepeper erop. Nou jongens, proost op een gezond leven. Oh, ik moet hier weer aan wennen hoor. Oh, wel lekker man. Ik heb het gemist. Ik ga dood. Ah! Er zit nog een beetje in, dat vind ik zonde. Oh. I am back, girl. Oh, hij is wel open. Is die open? Ja. Wil je kijken anders? Kijk nog even voor de parkeerplek is. Ik ben met Nessie. Die hebben jullie weer een tijdje niet gezien. Pas op, fietsig. Wij zijn Rotterdam-West. We hebben vandaag even... onze kleren opgehaald bij de wasseret. Soms vinden we het wel even fijn om onze... Zij hier in de midden, snap je dat? Ik snap dat echt niet, man. En we gaan eens voor de verandering, want we wouden eigenlijk bij Elfanos eten. Gaan we even hier weer bij de Turk eten. Ze hebben altijd zo'n... Turks gegeten echt, hè? Ze hebben zo'n open buffetje, even kijken of ze wat lekkers hebben. Ik ben weer echt heel erg healthy. Ik ben echt in die keto-fase beland. Dus ik eet absoluut... geen bulgur en dat soort dingen meer. Dus we wilden eigenlijk falafel eten. Ben je weer keto aan het doen? Ja, eigenlijk wel, maar dan zonder zuivel en rood vlees. Ja, nee? Was dat wel... Oh ja, keto was wel rood vlees. Mm-hmm. En zuivel. Soms. Ja, dus ik ben wel weer echt happy, want ik beweeg ook meer, hè? Ik heb bezig aan weer. Wil je ook een keer met mij gaan wandelen? Ik vind het eigenlijk dat je me met, in de steek laat. Ja, maar ik had het druk afgelopen. Je bent in de steek later. Ja, ik vind het zo druk, hè? Dat je... Ik moet een... schema voor mezelf maken om te trainen met gewichten. We hebben die gewichten nog thuis, toch? We hebben 1 kilo. Die kleintjes. Ja, 1 kilo. Ja, daar kan ik wel mee beginnen, joh. Ja. Guys, ik ga helemaal stuk. Ik heb net zo'n lopen filmen. Hij keek gewoon recht in de lens. En ik heb mijn filter tool gebruikt. Echt mooie eyeliner heb je ook, net zo'n ding. Ik
kip carbonade van mij. Healthy hoor. Ik ben inmiddels thuis en ik ben even de kattenbak aan het schoonmaken. Ik heb echt een super slimme kat. Lira geeft me namelijk aan wanneer ik de kattenbak moet verschonen. Want in principe, nou, als ze er twee keer in heeft gepoept, moet het schoon worden. Anders gaat ze er gewoon niet meer in. Dus dan gaat ze het lopen kruisen voor haar kattenbak. En als ik dan niks doe, dan loopt ze dus even naar de schuur. En dan gaat ze de schuur open doen, want daar zit de grind in. Hoe slim is mijn kat, jongens? Dus ik ga nu even de tweede kattenbak schoonmaken. Deze is nu klaar. De roze is van Lira. Want dat is een girly girl. En ik heb nog een grijze en die is van Dinar. Want zij is een tomboy. Oh, Dinar, die van jou stinkt zo erg. Gadverdamme. Eeuw, jouw zusje poept zo vies, hè? Een hele goedemorgen, guys. Het is vandaag zaterdag. En ik ben onderweg naar mijn afspraak. Ik heb namelijk voor het eerst een acupunctuurafspraak geboekt. En ik vind het echt heel erg spannend. Je weet wel, zo'n behandeling met allemaal naaltjes in je lichaam en zo. En ik ben best wel bang, maar ze zeggen dat het absoluut niet pijn doet. Dus ik ga mezelf niet gek maken. En ter voorbereiding van de behandeling moest ik ook een paar dingen doen. Ik mocht namelijk mijn tong niet poetsen. Want aan de hand van de kleur en de vorm van je tong kunnen ze dus zien of je dus last hebt van bepaalde kwaaltjes of zo, had ik gelezen. Ik mocht geen make-up op mijn huid, dus dat heb ik ook niet gedaan. Want ze moeten even, want ze willen graag zien wat de kleur is van je wangen zonder blush en zo. Maar dan kunnen ze ook bepaalde dingen zien. Ik mocht geen lipstift op of lipliner. Aan de hand van de kleur van je lippen kunnen ze ook ja, best wel wat zien. Alleen dat geldt voor mij natuurlijk niet, want ik heb lippigmentatie gedaan. Dus ja, dat hoeft bij mij niet echt. Ik moest ook mijn eigen handdoek mee. En ik moest een masker meenemen. Kijk, alles mee. Helemaal goed voorbereid. Ik ben echt heel erg nieuwsgierig naar de behandeling. En ja, ik zit gewoon lekker in die gezonde flow, weet je wel. Ik zit er gewoon lekker in. Ik eet gezond. Ik ben gewoon echt lekker strikt. Ik beweeg echt veel meer. En het doet me echt een beetje denken aan de ketotijden van een jaar geleden. Dat ik echt zo heel strikt en goed bezig was. Ik zit zeg maar echt weer op die level. En daar ben ik echt super happy mee. Want ik heb altijd wel een beetje gezond gegeten. Maar niet meer op die level van toen ik het keto dieet deed. En ik zit er nu weer in. Dus lekker gezond eten, lekker veel bewegen, nu acupunctuur. Dat was trouwens op advies van mijn vriendin, want ze zegt echt dat het heel erg chill is. En dat het je zelfs helpt bij het afval. Dat ga ik ze ook even vragen en dan laat ik jullie straks weten hoe of wat. Ik ben net thuis, let niet op mijn hoofd. Ik had een heel positieve ervaring eigenlijk bij acupunctuur, dus ik ga er zeker vaker heen. Het was echt lekker even ontspannend, even lekker 20 minuutjes niks doen. Dus ja, echt een aanrader. Kijk één keer wat deze kat doet. Ik geef haar eten. Ze legt op de grond en daarna gaat ze het pas eten. Bedankt voor de vieze vloer, Dinari. Ik moet weer dweilen vandaag. Het is ook nog natte voor. Fuck my life. Buiten best wel fris, dus ik heb echt zin in een soepje. Toen dacht ik, wat voor soep heb ik echt lang niet gehad. Waar heb ik zin in? En ik denk dat ik kippensoep ga maken. Het is echt iets wat ik eigenlijk nooit maak. Dus eigenlijk helemaal geen soep. Wat in mijn top 5 voorkomt of zo. Maar soms heb ik daar gewoon echt heel veel zin in. Kijk wat ik heb gekocht vandaag, guys. Zo ga je dus meer water kunnen drinken. Dit is een smaakje van Lipton voor in je water letterlijk. En ik heb deze smaak gekocht. Hibiscus en pomegranate. En no sugar, no calories. Ik ben echt heel benieuwd of het ook echt lekker is. Dat kan je gewoon in koud water doen.